Hallo, ik ben Herman Brusselmans. Ik ben natuurlijk bekend als schrijver. Hier in Vlaanderen, maar ook in Holland. Hè. Maar in de eerste plaats ben ik een muzikant. Hè. Ik ben zelf drummer geweest bij drie groepen. Asymptoot, The Smiling Disease en The 6 Million Jews. Mijn drumcarrière is dan een beetje gestopt omdat ik mijn drum verkocht heb. Omdat ik een kat in huis wou, ik had geen plaats meer, ik had een bak en al en die drum moest weg. Enfin, nu drum ik niet meer. Maar ik ben nog altijd volop bezig met muziek. Hè. Ik ga naar ongelooflijk veel concerten. Zo ben ik vorige week nog naar Helmut Lotti geweest in Waarschoot. Dus de betere dingen volg ik wel een beetje. En ik probeer ook nieuwe dingen te ontdekken, hè. Nieuwe groepjes en al. Hè. Daar komen er altijd nog bij. De mensen zeggen de muziek ligt plat op haar gat, maar toch komen er altijd nieuwe dingen bij die goed zijn, maar je moet ze weten te ontdekken. En zo heb ik een ontdekking gedaan, namelijk Hands of the Barmaid met een LP/CD Life's Little Luxuries. Fantastische titel, hè? De kleine genuchten van het leven. Wat is dat? Kopje koffie, je liefde een keer achterwaarts in een poesnaaier, met een hond gaan wandelen, met een Triumph 3675R tegen 260 per uur in de Gentse haven gaan vliegen. Kortom, fantastische titel, fantastische naam ook voor een groep, Hands of the Barmaid. Iedereen onthoudt dat. Pas op, ik heb die cd ook beluisterd, die LP. Ik heb die beluisterd, er staan 11 nummers op, fantastische nummers. Het is rockmuziek, hè? Het is geen klassieke muziek, het is geen hip-hop, het is geen slager, het is geen bossa nova, het is geen tango, het is niet al die shit, het is pure rockmuziek. Uiteraard zijn er beïnvloedingen, Americana. Het is een kruising, pas op, en dat is een fantastische kruising, hè? Tussen de Dead Kennedys en Neil Young, dat zegt toch alles. Dus ik heb al die nummers al 25 keer beluisterd. En ik moet zeggen, ik ben gewonnen voor Hands of the Barmaid. Ik vind het op dit moment de beste Belgische Tieltse/Gentse groep die er te vinden is in heel Vlaanderen. Ik ga die LP koesteren. Ik ga die klasseren in mijn alfabetische klassement onder de hash van Hands of the Barmaid Life's Little Luxuries. Niet vergeten, luisteren, kopen, naar de optredens gaan van de groep. Topgroep!